is alweer een jaar geleden dat ik voor de laatste keer heb geskiet, dus ik ben benieuwd hoe het gaat. Voet omhoog! En ik werd gewoon helemaal gelanceerd, mijn skis gingen zo opzij. Hoi, wat leuk dat je kijkt naar Vlogmasdag 27. We zijn nu onderweg naar het ontbijt. Ik heb me al even aangekleed. Mijn skibroek heb ik alvast aan. En zometeen moet ik nog mijn skijas aandoen. Ik heb mijn vliestruitje van Kingsland aan. Dan zie je zoveel licht op het patroontje. En het is heel erg lekker warm. Ik ga nu even lekker ontbijten. We zijn nu eventjes in het skidepot al boven op de berg. En ze hebben hier allemaal kluisjes, dat is super handig. Dan kan je daar je skis en je skischoenen in doen. En dan hoef je 's ochtends alleen maar met je snowboots of ja, ik heb dan mijn Uggs aan. Naar de berg, of tenminste naar de lift te lopen en dan op de berg. Dus dat is een stuk makkelijker, hoef je niet alles de hele tijd mee te nemen. Hierachter zie je al een beetje het uitzicht met de berg. We gaan zo lekker skiën en het is alweer een jaar geleden dat ik voor de laatste keer heb geskiet, dus ik ben benieuwd hoe het gaat. Ik heb het lekker druk vandaag. Ik heb net gewerkt en ik moet nog 3 paarden doen, waaronder Dance. En die heeft nu al donderdag, vrijdag, 3 dagen wat gedaan. Dus hij gaat lekker los zo meteen. Maar eerst even wandelen in de molen. Hier buiten. Hij heeft er zin in, zie je dat? Hij is echt lui.
avond. Ik heb vandaag niet heel erg veel gefilmd. Maar dat komt eigenlijk omdat we bijna de hele dag hebben geskiet. Vanochtend om 8:30 waren we al op de berg. Toen hebben we eerst een heel groot rondje gedaan met heel veel vrienden en mijn tante, mijn moeder en mijn broertje. We waren echt met een hele grote groep die allemaal heel erg doorskieden. Dus ja, het ging echt gewoon in een rap tempo. Sommige pistes hebben we tijdens het rondje ook vaker gedaan. Tussenmiddag hebben we bij de Tjosland gegeten. Daar zit mijn oma altijd en daar hebben ze heel erg lekker eten en heb je heel erg mooi uitzicht. Dus hebben we lekker eventjes in het zonnetje op het terras gezeten. Daarna ben ik met Bo en Luca een sneeuwpop gaan maken die echt best wel groot was geworden. Toen zijn we met z'n drieën nog eventjes gaan skiën en uiteindelijk kwam de vader van Luca, Dennis, die kwam ook nog even. Hebben we nog de Schafskop gedaan. Dat is een piste helemaal bovenin die echt in de zon ligt, dus dat was wel heel erg lekker om nog mee af te sluiten vandaag. Maar ja, we hebben dus voor de eerste dag als inkomertje heel erg lang geskiet en ook echt wel op een hoog tempo. Dus dat was best even pittig, maar wel heel erg leuk. Ik heb vandaag trouwens gelijk een hele goede smakker gemaakt. We gingen van een rode piste af en iedereen skiede echt in een heel hoog tempo. Ik ging er ook lekker achteraan. Ze hadden me van tevoren al gewaarschuwd van pas op, er zitten hier en daar wat heuvels. En die heb ik een tijd geleden ook wat onderschat. Dus dan moet je echt op tijd afremmen. Ik had mijn skibril op en daardoor zie ik altijd wel minder goed het diepteverschil. Dus ik ging heel erg hard achter iedereen aan. En in één keer was er een heuvel. Ik zag de Tanny aankomen. En ik ging net zeg maar zo schuin. En ik werd gewoon helemaal gelanceerd. Mijn skis gingen zo opzij. En ik weet niet meer wat er gebeurde, maar ik weet in ieder geval dat ik met mijn hoofd vol op de berg landde. Dat ik half nog over de kop draaide en dat allebei mijn skis waren uitgegaan. Ik stond gelijk op en ik dacht, oh het valt wel mee. Gewoon zacht gevallen. Ik voelde wel in mijn hoofd dat ik erop was gevallen, maar voor de rest had ik geen pijn. Toen heb ik mijn skis weer aangedaan en ben ik weer naar beneden geschiet. Toen kwam ik daar, toen deed ik mijn jas even uit omdat we op het terrasje wat gingen drinken. En toen zeiden ze, ja je hebt wel bloed op je kin zitten. Maar ja, ik heb dus nu hier zo allemaal schaafwonden en ik heb er nu wat camouflage op zitten, maar het is echt helemaal rood hier. Je ziet het nu ook wel een beetje. En hier zitten dus allemaal sneetjes en hier ook nog wat. Ah, het valt wel mee, het is gewoon een schaafwondje. Maar als ik er crème of iets op doe, dan brandt het wel heel erg. En ik denk dat ik zo op mijn elleboog hier ben gevallen, want hier zo heb ik echt helemaal een beurs en blauwe plekken hier ook. En ook een beetje op mijn heupen. Dus het zal morgen wel lekker pijn doen, want meestal voel je het pas de dag erna. Ik zou ook wel lekker veel spierpijn hebben. Maar ja, het is mijn eigen schuld. Ik had gewoon beter moeten opletten. Maar het stomme is dat ik de hele dag best wel veel met mijn GoPro heb gefilmd. En precies op dat stukje had ik mijn GoPro niet aan. Echt super jammer. Toen we beneden kwamen ben ik gaan douchen en zijn we uit eten gegaan. Met mijn oma en mijn tante, mijn vader, mijn broertje en mijn moeder. Ik heb als avondeten gewoon lekker een bord penne bolognese gegeten. Want ja, pasta is altijd goed. Dan kan je me 's nachts voor wakker maken. Nou ja, dat is misschien een beetje overdreven, maar het liefst eet ik elke dag pasta of Italiaans. Het is nu inmiddels alweer 10:30 en ik ben echt super moe. Ja, we staan natuurlijk heel erg vroeg op en gisteravond gingen we best wel laat slapen. Dus ik ga denk ik zo meteen gewoon lekker slapen. Morgen gaan we weer vroeg skiën. Want ja, als je zo vroeg gaat skiën is het gewoon nog rustig op de berg. En dan heb je hele fijne geprepareerde pistes. Dus dat is het allerfijnste, want aan het eind van de middag dan wordt het meestal wat papperiger, omdat de zon er dan de hele dag op heeft gestaan. En dan skiën overal mensen, zijn er allemaal heuvels, dus dat is gewoon veel minder fijn. Dus het is wel even vroeg opstaan, maar je krijgt er ook wel weer een hele hoop voor terug. Ik ga nu mijn tanden poetsen en dan ga ik lekker slapen. Bedankt voor het kijken naar de video en hopelijk tot morgen weer. Doei!